De Chinese ambassade in Paramaribo heeft vanmorgen samen met de Suriname Chinese United Association en Suriname Friendship Association een foto-expositie geopend. Deze expositie is een van de serie activiteiten binnen het project The Chinese in Me. De kick-off van het project The Chinese in Me vond in augustus 2019 plaats in Koroni, waar de eerste Chinezen zich vestigden. De ambassadeur van China, Li Quan, zegt dat deze expositie de geschiedenis van Surinaamse Chinezen belicht. Voorts brengt de expo het wederzijdse begrip onder de verschillende bevolkingsgroepen naar voren. Speciaal voor deze activiteit hebben de organisatoren foto's en verhalen ontvangen uit de gemeenschap. Niet alle informatie wordt gebruikt in deze expo, omdat deze verder belicht zal worden tijdens het Chinees Nieuwjaar. Ook zal er een fotoboek samengesteld worden. De minister van Buitenlandse Zaken, Yıldız Polat-Begli, zegt dat deze expo de gemeenschap terugbrengt naar de geschiedenis van de relatie tussen Suriname en China. En een relatie die zich lang heeft voltrokken in de historische en culturele sfeer. En ook lang voordat wij besloten, na onze onafhankelijkheid, diplomatieke banden aan te gaan met de Volksrepubliek China. 苏中友谊关系已经是很长一段时间，所以在苏里南解放之后，也选择了与中国建立外交关系。And the vorige maand, op 20 oktober, vierden we hier 166 jaren van de eerste aankomst van Chinezen in Koroni. 在上个月, 10月20号, 我们也庆祝了华人定居苏里南 166周年。 And as ik daaraan denk, dan zeg ik altijd dat wij een bevoorrechte positie hebben als we met China zaken doen. Omdat wij niet als andere landen een jonge diplomatieke relatie hebben, maar een historische band. Eén, zoals mijn broer en vriend Wang Yi inderdaad heeft gezegd, heel dicht bij het hart. Misschien zelfs in het hart. Dus met China 建交的时候呢，我们会有一个，我们觉得自己是有一份优越感。为什么呢？因为我们和别的国家不一样，我们并不是刚刚和中国建交，我们是和中国的这个关系呢是老朋友、好兄弟。所以刚才致辞者也说了，我们在彼此的心里面都有一个位置，或许我们这个位置也是很大的。And I complimented the ambassador that he couldn't see that Surinamers ook Chinezen zijn. Ik zei hem een paar dagen geleden dat als we zouden tellen wie half Chinezen zijn in Suriname, we zo'n beetje mensen zouden hebben. Maar zouden we tellen grootouders, zo'n beetje. Zouden we tellen grootgrootouders, zo'n beetje. En als we misschien naar vier generaties teruggaan, de Alasrana Manga Uma Akwam Chisnezi Inde. Minister Yıldız Polat-Begli van Buitenlandse Zaken bij de opening van de foto-expo The Chinese in Me. De openingsceremonie heeft plaatsgehad in het gebouw van Kong Yi Tong Sang aan de Dr. Sophie Redmondstraat.